Het familiebedrijf APS bestaat sinds 1975. Ik ga in gesprek met Marcel en met Katrien Kolen. Marcel, waar staat APS voor? APS staat voor ambachtelijke personeelsservice. En wat bedoelen ze met ambachtelijk? Nou, het is begonnen in de slagerswereld. En vroeger waren er alleen maar slagers in dienst, dus vandaar ambachtelijke. Oké. Okay. En later is je vader, want jullie hebben het bedrijf van je vader overgenomen, echt in personeelszaken gegaan, hè? Ja, we hebben het van onze ouders overgenomen. Dus mijn vader is begonnen als uitbener en mijn moeder deed de administratie. En later zijn zij breder personeel in de markt te gaan zetten. En vandaar dat het ambachtelijk is blijven staan, maar eigenlijk is het ook een beetje algemeen geworden, want het is alle beroepsgroepen inmiddels. Ja. Mm-hmm. Wij zitten heel veel in het MKB en ook echt wel grotere organisaties hier in de regio, maar niet bij de ASML en de Philips en de VDL. Alles wat daaronder zit. Ja, onze opdrachtgevers zijn eigenlijk in alle branches en ook wij kunnen bemiddelen op alle niveaus. Dus wij binnen een bedrijf kunnen wij vaak alle afdelingen voorzien van personeel. En wij hebben er zelf voor gekozen om niet de allergrootste mee te nemen, omdat dat toch gewoon een andere werkwijze is. En staat de arbeidsmarkt wat betreft vacatures onder druk? Ja, altijd natuurlijk. Ja, daar heeft iedereen last van op dit moment. Ja, en het is in alle branches is het gewoon eigenlijk druk. En ja, het is gewoon deels een beetje overspannen. Ja. Eigenlijk te weinig personeel, te weinig aanbod. Ja, nog steeds. En dat zal ook voorlopig nog wel zo blijven. En daar komt gewoon bij dat er opleidingstechnisch, zeg maar, er zitten heel veel mensen. Die mbo-opleidingen moeten ook echt weer populairder worden om sommige beroepsgroepen te kunnen helpen. En ook sommige afdelingen te kunnen vullen. En dat is wel waar het nu heel erg overspannen van raakt. Ja. De uitzendconstructies die wij hebben, dat is niet alleen uitzenden. Dus wij uitzenden voor korte termijn, maar ook zeker voor lange termijn. En ik denk dat 95% van de vacatures die wij open hebben staan echt een baan is voor de langere termijn in de toekomst. Dus mensen komen hier binnen en die bemiddelen wij misschien wel met een uitzendconstructie naar zijn toekomstige baan. Dus dan worden ze overgenomen door onze opdrachtgever. Dat is echt uitzenden. Maar je hebt ook het detacheren. Dat is net een iets vaster contract. Dan spreek je een bepaalde periode af. Maar dat is ook altijd eigenlijk wel met het doel van dat ze uiteindelijk bij de opdrachtgever in dienst komen. En wij doen ook aan werving en selectie. Dus dan komen ze rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst. En dus je kan bij ons alle kanten op. Mm-hmm. En het is hoe de klant of onze opdrachtgever het wil. Maar ook wel een beetje in combinatie tegenwoordig met hoe de werknemer het wil. Wij mogen natuurlijk overal in de keuken kijken. En dat is super leerzaam. Ook voor de werving van het personeel. Dat je weet wat die mensen gaan doen in de toekomst. En dat wat je weet type bedrijf. Ja, wat voor type bedrijf waar ze terechtkomen. En dat is wel waar onze kwaliteit ligt. Omdat wij regionaal werken, weten wij van onze opdrachtgevers. Wie ze zijn, wat ze zoeken, wat voor type daar past. En wij voeren nog altijd persoonlijke gesprekken met de uitzendkrachten, hè, om het zo te noemen. Maar dat kan dus echt een werving- en selectiekandidaat zijn. En daar maken wij heel erg de match in. En wij doen dat in alle beroepsgroepen. Maar waar het bij ons in zit, is het regionale. Want we hebben hier in Nuenen een vestiging in Zonne en in Schijndel. En wij werken eigenlijk in de driehoeken Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, zeg maar. Dat is wel een beetje het werkgebied waar wij in zitten. Mm-hmm. Wat mij verbaast toen ik hier binnenkwam, ik zie allemaal dames. Ja, dat doet Katrien. Ik wou wel zeggen, hij doet het selectiebeleid. Nee. Vandaar. Nee. Dat is een beetje zo gegroeid. Wij hebben consulenten bij ons in dienst, personeelsconsulenten. En die doen het hele traject van A tot Z. Dus zij schrijven zelf kandidaten in. Zij doen zelf het beheer met klanten. Zij tegenwoordig, het contract wordt wel voor het op de back-office gemaakt. Maar daar zit een hele grote administratie omheen. En wij merkten dat daar, ja, misschien dat wij ze niet kennen, maar dat mannen die administratief en commercieel zijn, dat die niet zo voor APS te vinden zijn of zo. Dus bij ons zitten vrouwen die heel allround zijn en die ook heel goed die gesprekken kunnen voeren. En tot op heden is er nog geen man geweest. Ja, wel, in het verleden zijn er zeker mannen geweest. Maar die zijn er nu gewoon al een hele tijd niet meer. Ik weet het niet. Ja. En Marcel doet de selectie. Ja, die kijkt of het goed genoeg is. Van afstand. Van afstand. Ja, 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 ja. Nou, dankjewel. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Het is leuk jullie te ontmoeten. Nou, dankjewel. Dankjewel.